De politie deed gisteravond onderzoek in de A in Den Bosch. Daar werd het lichaam van de ijzerhandelaar van Lent vrijdag gevonden. De Eindhovenaar werd vrijdagochtend opgepakt. Hij reed in verwarde toestand op de A2 in de invalidewagen van Van Lent. De dag ervoor was de verdachte ook al opgepakt, omdat hij bij zijn ouders door het lint was gegaan. Maar op advies van een medewerker van GGZ-instelling Reinier van Arkel werd hij weer vrijgelaten. Advocaat Toemen ziet overeenkomsten met vorig jaar. Waarbij hij ook door het lint is gegaan, vervolgens gezien is door een psychiater op het politiebureau. En die heeft toen ook gezegd dat er niks met hem aan de hand is. Toen hebben ze hem niet laten gaan, omdat er ook een strafbaar feit gepleegd was. Dat was nu kennelijk nog niet het geval en daardoor mocht hij naar buiten lopen. De verdachte is op 13-jarige leeftijd uit Guinea naar Nederland gevlucht. Volgens een toenmalige advocaat zag hij op 11-jarige leeftijd hoe zijn ouders voor zijn ogen werden vermoord. Toemen omschrijft de man als rustig, beschaafd en intelligent. Hoe kan dat dat hij tot zulke daden komt? Nou, de vorige keer dat hij een strafbaar feit pleegde was dat onder invloed van een psychose. En onder psychose wordt het een andere jongen, dat is duidelijk. Maar op het moment dat hij niet in een psychose verkeert, is het een hele normale, vriendelijke jongen.